werd nooit wereldkampioen. Dat lukte deze man wel, Jan de Vries. En zijn eeuwige tegenstrever Angel Nieto. Maar de Vries won nooit in Assen. Ook zijn opvolger in de titelstrijd bij de 50cc, Henk van Kessel, wereldkampioen in 1974, won ook nooit in Assen. Hier het duel tot de laatste meters met rechts Nieto en links Jan de Vries. En de Spanjaard is de Nederlander te vlug af. Het zou nog jarenlang een grote frustratie blijven.